Normaal gesproken zie je dit soort borden wel eens in het klein staan om te waarschuwen dat er bijvoorbeeld gasleidingen lopen. Dit uitvergrote exemplaar is onderdeel van kunstproject Single Kunst, maar valt niet bij iedereen in goede aarde. Zeker niet nu de letter Z in Rusland is uitgegroeid tot symbool van de Russische invasie. Steun aan het leger dus in de oorlog tegen Oekraïne. De Z valt natuurlijk vanwege de uh, ...actualiteit direct op. Dus uh, als je een Z zo, zo groot ziet staan aan de kant van de weg dan... ...en zeker als daar dan nog het woordje gas onder staat... ...dan weet je natuurlijk wel aan welk probleem ons dat doet denken. Wij zeiden eerst tegen elkaar gas, zet, ...maar ik zeg ja, dan hadden ze de Oekraïnse vlag er beter... Uh, ...dat blauw er beter bij kunnen doen. En ik had liever... Uh... Gehad, dat er iets over Oekraïne gedaan was, dat de kleuren van Oekraïne en een kleine ondersteuning een verwijzing en verwijzing. Ja, dat vind ik een eh, erge mis. Volgens de kunstenaar heeft zijn kunstwerk niets te maken met de oorlog. Hij wil niet op camera reageren, maar laat ons weten dat zijn boodschap is: onze maatschappij kan maar moeilijk zonder gas. Sommige mensen snappen wel dat de maker een boodschap over gaswinning wil brengen, maar vinden het alsnog ongepast dat het kunstwerk er nu staat. Het moet weg dus, zeggen ze. Maar dat wil de organisatie van Singelkunst niet. Kunst mag prikkelen. Misschien niet in deze overmaat voor sommigen. Maar uh, we hebben nu besloten we laten het staan. Wij volgen wel natuurlijk uh, de uitlatingen die uh, gedaan worden, met name via social media. Uh, maar wij hopen dat mensen de, de grotere context uh, kunnen zien. En uh, dat ze ook begrijpen waarom we het uh, voorlopig in ieder geval laten staan.